Miss Montreal is iemand die op sommige momenten heel erg kan stotteren. Als je met haar praat en dergelijke. Maar als ze onder spanning staat, als zij moet zingen, dan gaat dat vloeiend. Dan heeft ze geen problemen ermee. Het is vandaag Wereldstotterdag. En vandaar dat ik het ook vertel. Normaal gesproken zou ik dat nooit vertellen natuurlijk over Miss Montreal. Maar goed, ze maakt er geen geheim van. Wiebe, goedemorgen. Ja, dat is misschien wel een van de problemen, hè? Normaal zou ik dat nooit vertellen. Nee, nou ja, ik zit me ook, terwijl ik het zeg, af te vragen waarom doe ik er zo moeilijk eigenlijk over. Ze doet er heel makkelijk over, ja. Nou ja, daarom is het Wereldstotterdag, denk ik. Ja, dat zou het zijn, ja. En daarom besteden wij er ook wat aandacht aan. Absoluut, ja. Daarom is het Wereldstotterdag en daarom ben ik in de binnenstad van Groningen aan het gedempte Zuiderdiep. Want daar zit het Stottercafé, Coffee Break heet het. En bij mij zit Marlies Tonnes, zij is logopediste en stottertherapeut. En Joeri van Ormons, hij is 35 en hij is logopedist in opleiding. En hij is, zoals het dan heet, ervaringsdeskundige. Prachtig woord voor iemand die zegt van, ja, iemand die zegt van, ik stotter of ik heb gestotterd in het verleden. Joeri, ik begin bij jou. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt gestotterd. Ik heb al even met je gepraat net. Het is amper te horen. Eén kleine aarzeling, laat ik het zo zeggen. En voor de rest hoor ik helemaal niet meer aan je dat je hebt gestotterd. Nou, ik stotter nog steeds, maar het is niet altijd goed te horen. Dat klopt. Als er wat meer spanning is, zoals nu, dan wordt het wel meer. Is niet nodig? Nee, is niet nodig. Dat klopt. Maar toch is het er. En dat wisselt een beetje. Dus de ene keer wat meer en de andere keer wat minder. Wat doet stotteren met een mens? Wat doet het met jou? Het is een hele brede vraag natuurlijk. Het kan vervelend zijn voor een aantal mensen. Het kan behoorlijk vervelend zijn. Lastige vraag. Mm-hmm. Wanneer heb je er last van? Nou ja, vooral in de situaties dat het er ietsje meer op aankomt. Dus dat iedereen het eigenlijk spannend vindt. Als je een presentatie moet geven, bijvoorbeeld, dan, dan komt het meer opzetten. En dan kan je in je hoofd hebben, en dat heb ik een hele tijd gehad, dat het pas goed is als je die presentatie vloeiend doet. Wat natuurlijk niet kan, want je stottert gewoon. En dan moet je eigenlijk leren, of dus ik moest leren, dat je ook prima een presentatie kan geven met stotters erin. En als je dat eenmaal door hebt, dan kan je er prima mee omgaan. Marlies, ik ga nog even naar jou. We gaan de hele ochtend, althans tot 10 uur uitgebreid doorpraten over stotteren. Wat is het belang, jij bent stottertherapeut, het belang van zo'n Wereldstotterdag, zo'n dag als vandaag? Ik denk dat het belang is dat stotteren weer een keer onder de aandacht wordt gebracht. Het is niet iets waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Mensen die stotteren zelf natuurlijk wel. En die hebben ook te maken met iets wat vervelende reacties op bepaalde momenten. En op deze dag is een mooi moment om uitleg te geven over stotteren en hoe mensen eigenlijk zouden kunnen reageren. En zo gaan we dat doen. Uitleg over het stotteren de hele ochtend tot 10 uur. En dat allemaal vanwege Wereldstotterdag, want dat is het vandaag. Het is vandaag Wereldstotterdag. En uit een enquête uitgevoerd door het Stottercentrum Groningen blijkt dat wij Nederlanders heel tolerant zijn ten opzichte van stotteraars. 90% van de mensen die enquête heeft ingevuld zegt een stotteraar net zo serieus te nemen als iemand die niet stottert. Ik zou ook niet weten waarom niet, eerlijk gezegd. Wiebe, jij bent op pad bij een stottercafé, ben jij? Een stottercafé, ja. Die vanavond voor de 4e keer open is. Is ondergebracht in café Coffee Break aan de gedempte Zuiderdiep 26 in Groningen. Vanavond is iedereen daar van harte welkom. En daar praat ik met Joeri van Ormond. Hij stottert, daar maakt hij ook geen geheim van. Maar hij is ook logopedist in opleiding, komen we straks nog op. En hier zit ook Marlies Tonnes, zij is logopedist en zij is stottertherapeut. En Marlies, jij bent de enige in de provincie Groningen die stottertherapeut is, hè? Ja, dat klopt. Hoe word je dat? Je bent logopedist ook en daarna gespecialiseerd? Ja, daarna heb ik een opleiding, de Europese opleiding tot stottertherapeut, heb ik afgerond. Nu een paar jaar geleden. En sindsdien mag ik mezelf stottertherapeut noemen. Wat is dat eigenlijk, stotteren? Wat gebeurt er precies, of niet? Wat is stotteren? Nou, stotteren komt voort uit een combinatie van aanleg en uitlokkende factoren. En, nou, de laatste moet je even uitleggen. Uitlokkende factoren? Ja. Oké. Dan kun je denken aan spanning. Bijvoorbeeld de decembermaand. Dat is een maand waarin ik het wat drukker heb. Want veel kinderen die kunnen dan beginnen met stotteren. Omdat Sinterklaas eraan komt en dat soort dingen. Maar ook snelheid. Bijvoorbeeld als communicatietempo thuis heel hoog ligt. Dan kan dat een uitlokkende factor zijn. We hebben het over stotteren de hele ochtend. Het is Wereldstotterdag. Weten mensen eigenlijk hoe zij met...
ik vind het vreselijk woord stotteraars, met stotteraars om moeten gaan? Niet iedereen. We hebben een vragenlijst uitgezet op internet. Daaruit blijkt dat mensen toch best wel tolerant zijn. Maar als ik sommige reacties hoor die mensen bij mij in de praktijk vertellen, dan schrik ik daar wel eens van. Geef eens een voorbeeld. Iemand die midden in een stottermoment wegloopt op een feestje. Of dat je te horen krijgt, praat eens even normaal man. Of dat soort negatieve reacties. Hoe kun je het beste met mensen omgaan die stotteren? Wat moet je niet doen? Of moet je wel doen? Ik stel even twee vragen. Wat je wel moet doen is, als je durft, het bespreekbaar maken met de persoon die stottert. Want die weet het beste wat hij of zij prettig vindt. En over het algemeen is het handig om niet woorden aan te vullen. Want over het algemeen gok je maar wat en heb je het vaak niet goed. Nee, maar soms wil je wel eens helpen. Fout. Over het algemeen wordt dat niet heel erg gewaardeerd. Want als je het dan verkeerd hebt gegokt, zeg maar, dan moet die persoon die stottert het woord alsnog zeggen. En de druk is dan vaak hoger, waardoor het juist wat lastiger wordt. Dus je maakt het vaak moeilijker in plaats van makkelijker. Juri, heb jij een vreselijke jeugd gehad? Ik kan me herinneren, bij mij op school werd ook gestotterd. Die jongens en wat minder meisjes in mijn herinnering, die werden nog wel eens geplaagd, om het zomaar even zwak uit te drukken. Heb jij een lastige jeugd gehad, wat stotteren betreft? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik ben, zover ik weet, nooit geplaagd. Ja goed, misschien af en toe, maar dat, niet, nee. Mijn ouders zijn altijd heel goed mee omgegaan, dus dat was heel prettig. Dus ja, op de basisschool niet. Later wel lastige momenten. Noemen ze? Net ging het even over een feestje en er schoot me wat te binnen. We zaten met een mannetje of 20 nog of zo, iets in die trend. En ik zat enorm vast in een stotter. En er was iemand die ik niet zo goed kende, die daar een behoorlijk harde grap over maakte. En ik vond het helemaal niet leuk en ik zat een beetje perplex eigenlijk. En echt gewoon heel naar, gewoon een naar gevoel. Maar het leuke was toen dat alle andere mensen eromheen tegen hem begonnen te ageren. Van, nou man, doe even normaal, wat is dit voor onzin? Dus toen werd een echt wel niet leuk moment best wel tof. Wereldstotterdag, daar hebben we het over. Ja, mooi hoor, mooi verhaal. Dankjewel. Dag, daar besteden we aandacht aan. Wiebe die is aan het praten met twee mensen. Eén iemand die stottert en ook een opleiding tot logopedie doet en een logopedist. Zo is het precies. Ja, en, bijzonder. Juri van Ormond, die stottert en die is een logopedist in opleiding. Die heb ik even vrijgegeven. Oh. Babette, ik praat wel met Marlies Tonnes, zij is stottertherapeut. En een andere Marlies, dus even oppassen dat ik ook niet ga stotteren. Marlies Oegema, die studeert Duits en Nederlands en zij stottert ook. En is in therapie ook wat dat betreft. Marlies, goedemorgen. Hallo. Hoe is dat met jou gegaan? Hoe ga jij met stotteren om? Hoe ik met stotteren omga? Het heeft wel even geduurd, maar ik had vroeger best wel last van spreekangst. En dan ben ik bijvoorbeeld in ieder geval in therapie gegaan. En daar heb ik geleerd om met mijn spreekangst om te gaan. En eigenlijk gaat het nu best goed. Ja. Wat doet spreekangst met iemand die stottert? Wat het doet? Het heeft best wel grote impact gehad op mij. Gewoon dat je gewoon niet durft te spreken. Gewoon niet eens durft te stotteren, maar gewoon echt niet meer. Gewoon niet meer durft te spreken. Dat je gewoon bang bent om iets te zeggen. Dat is, het kan heel ver gaan. Jij werkt in een supermarkt, dat lijkt me lastig. Nee, als je dan ook spreekangst van bewust bent, dat het lastig is om te spreken. Nee, ik heb in een supermarkt gewerkt. Ik ben nu werk ik daar niet meer. Maar nee, je vertelde net dat je daar werkte en dat je dat lastig vond. Ja, dat was wel inderdaad wel. In een supermarkt moet je natuurlijk veel communiceren met klanten. En ik vond het altijd best wel eng. Vaak wanneer je aanvoelt dat je gaat stotteren, dat vond ik altijd wel het lastigste punt. Ik vond, ik kan dat niet vloeiend zeggen. En je wilt graag de klant zo goed mogelijk helpen. En daar associeer ik ook gewoon goede spraak mee. Gewoon vloeiend spreken. Ja, hoe ben je er overheen gekomen? Want je bent er overheen. Althans bijna. Ik ben heel fel, laat het zo zeggen. Gewoon maar stotteren. En zie maar wat het schip strandt. Ik heb vooral ook geleerd of ingezien dat eigenlijk stotteren helemaal niet erg is. En dat vooral eigenlijk wel de meeste mensen gewoon accepteren hoe je bent. En
ja, dat mensen vaak gewoon leuker vinden dat je gewoon wat zegt. En dat het niet altijd vloeiend hoeft te zijn. En ja, eigenlijk gewoon met dat inzicht eigenlijk. Dan moet je gewoon jezelf mee doorgronden. Ja, duidelijk. Marlies Tonnes, je bent stottertherapeut, zoals gezegd. Wat is het geheim om een, ja, iemand die stottert over die angst om te spreken heen te helpen? Wat is jouw aanpak? Wat doe je? Wat leer je jouw cliënten? Gooi. Dat is een ingewikkelde vraag. Wat is de truc? Wat is de handigheid? Ja, er is niet echt één truc die voor iedereen werkt. Het is meer zorgen dat de persoon die stottert ook de kracht in zichzelf vindt. En ook een stukje acceptatie van dat stotteren niet erg is. En daar heeft iedereen een andere route voor nodig. En bijvoorbeeld ga maar eens stotter maken. Kijk eens of het echt zo is dat de ander gek reageert erop. En meestal valt het wel mee. En vinden mensen het heel leuk dat je wel wat zegt, ook al zit er een stotter in. Dus positieve ervaringen en zelfvertrouwen en de persoon zelf het gevoel geven dat hij of zij alles kan. Even terug naar jou, Marlies. Wat zou jij de mensen, mij bijvoorbeeld, willen meegeven als ik met jou praat? Wat moet ik bij jou in jouw geval niet doen of misschien juist wel? Oh, goeie vraag. Ja, wat jullie niet bedoelen. Ik hou er niet van dat mensen gewoon mijn zinnen afmaken. Ik wil het gewoon zelf doen. En ja, voor de rest, accepteer me gewoon hoe ik ben. En ja, ik spreek niet altijd vloeiend, maar ja, ik ben niet achterlijk of zo, ja. Ik ben gewoon normaal, maar gewoon, ik spreek gewoon niet vloeiend, maar ja. Goed, mensen die met jou in gesprek willen, die kunnen vanavond komen naar het café, het Stottercafé aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Later meer over Wereldstotterdag en over hoe Groningen met stotteren omgaat. Ja, en even een gratis filmtip erbij. Heb jij die gezien, Wiebe de King's Speech, die film? Ja, met Colin Firth. Oh, die is zo mooi en daar zie je zo mooi die worsteling werkelijk van hem. Het is prachtig om te zien, die film. Als u hem nog niet gezien heeft, ga hem zeker een keertje bekijken, want het is echt een moeite waard. Het NOS...